De vakministeries die de veiligheid in en rondom de illegale goudmijnen moeten waarborgen, kunnen dat niet optimaal en adequaat doen. De uitdagingen hebben vooral te maken met een tekort aan capaciteit. Gisteren maakten de ministers van Justitie en Politie en Defensie duidelijk dat de schoen wringt op dit vlak. Het enige probleem dat we hebben is de issue van capaciteit. Hebben we voldoende capaciteit, omdat het niet een kleine mijn, het is een vrij omvangrijk gebied. En als u daar bent geweest, ziet u al hoe gevaarlijk het is. Men gebruikt niet de normale wegen, men zakt van verschillende kanten in de mijn. En om dat heel gebied af te grendelen, is een hele operatie en het is iets dat miljoenen gaat kosten. En ik kan u zeggen dat we die capaciteit op dit moment niet hebben. Kort na de ramp van 20 november heeft zich ook een ander geval voorgedaan. Met deze gebeurtenissen is de discussie over de ordening van de kleinschalige goudsector weer opgeleid. Dus de afspraken zijn niet uitgekristalliseerd. En we zijn bezig te praten om bepaalde maatregelen te treffen. Sowieso dat eventueel de mensen geregistreerd moeten worden. Dat er een veilige omgeving moet zijn. Maar we zijn er niet aan toegekomen om deze afspraken concreet te maken en ze ook te implementeren. Dus tot daartoe zijn we gekomen. Vorige maand nog maakte president Chandrika Prasad Santokhi in Koroni bekend dat de regering financiële middelen had vrijgemaakt voor het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Het staatshoofd deelde toen mee dat de minister aangaf dat hij geen middelen had om de ordening te bewerkstelligen. Op de begroting is er misschien op dit moment geen geld, omdat we die suppletorenbegroting nog niet goedgekeurd hebben. De suppletorenbegroting is ingediend en die wordt in oktober, derde week, vierde week oktober, goedgekeurd. Dan hebben we weer geld voor de maand oktober, november, december. Daarna gaan we naar de begroting van 2024. Dus heb ik met hem afgesproken dat we alvast met de centrale bank gaan praten. De centrale bank alvast voorschiet. Ga alvast naar het veld, ga die registratie doen, ga die inning doen, breng het geld en los af weer aan centrale bank. We gaan het pragmatisch oplossen, maar het gaat gebeuren. Op de vraag als de regering in staat is de andere illegale goudmijnen elders in het land te sluiten, antwoordde Amuxi als volgt. Laat mij aangeven dat de politie optrekt met de ordening goudsector. De afgelopen weken, dagen, heeft de regering het besluit genomen om voor wat betreft de ordening van de goudsector en de dienst met de gelijknamige naam, dat ze haar werkzaamheden uitbreidt. En uitbreiding met justitie, met de belastingdienst, in ieder geval een complete heroriëntatie, herinrichting van de ordening goudsector. En de ordening, het besluit is genomen door de president, dat dus de vicepresident daarmee is belast. En dat is zijn rol, dat is de rol van de vicepresident in deze, om dit project te trekken vanwege de regering.